Een hele goede morgen, mensen. Fijn dat jullie kijken naar de zondagmorgenvlog. Het is nu 9:50. Weer vroeg, want weer naar de training bij Julia. Ik heb vannacht nog een vlog online gezet. Van vorige week zondag. Met daarachteraan nog een bezoekje richting mijn nichtje. Waarvan ik verteld had vanwege haar tekeningen die ze maakt. Voor mensen, je stuurt een foto in. Zij maakt een hele mooie tekening van. Ik heb dat een klein beetje uitgelegd in die vlog. Zou anders even moeten kijken. Zoals ik al zeg, gisteravond erop gezet. Of hij is eigenlijk vannacht erop gezet. Dus kunnen jullie allemaal even kijken. Zijn we bezig met de zondagmorgenvlog. Gisteren toevallig een paar mensen gesproken. Die zeiden van, dat is eigenlijk ook wel leuk vonden. Soms ook wel lekker grappig. Dat dan zo'n man van mijn leeftijd dit nog allemaal doet. Eigenlijk ook wel super tof vinden. Dat je het doet. Gewoon leuk. Onbevangen. Ja, en dan proberen wat items aan te snijden die er op de zondagmorgen die met de oren komen of die ik heb gehoord van de week of wat dan ook. Nou ja, dat dus. En soms best leuk, soms voor sommige mensen misschien een beetje saai, maar het gaat om het algemene gevoel. En het algemene gevoel is vandaag dat het eigenlijk best nog wel lekker weer is, hoe raar het ook klinkt. De zon schijnt niet, het is nevelig, maar het is best lekker. Het temperatuurtje is op zich nu niet zo onaardig om te gaan hardlopen. Ik heb net natuurlijk weer hardgelopen in het bos. Ging iets minder dan vorige week zondag. Gisteravond, toen thuis kwam, waren we als vrienden bij mijn zoon thuis. Of tenminste bij ons thuis. Ik had een biertje genomen en die viel helemaal goed. Dus ik had vanmorgen een klein beetje hoofdpijn. Daar zat een heel klein beetje in de weg. Maar ik kan natuurlijk niet iedere zondag zo goed lopen zoals vorige week. Vorige week was gewoon echt super. Alles zat mee, ik voelde me lekker, het was lekker weer. Het was iets warmer dan nu. Maar toch, dit is ook lekker. Waar je dan meteen weer moet gaan denken aan een truitje meenemen nadat je gelopen hebt. Want dan koelt het in één keer snel af. Dus dat heb ik ook gedaan. Truitje aan. En dan gaan we zo meteen weer naar Juliana. Weer uitlooptrainen. Gisteren een wedstrijd gehad tegen Achilles uit Groesbeek. Die weliswaar geen sportpark meer hebben. Maar bij Germania op het sportpark nu huisvesten. Omdat de familie Derks het sportpark van Achilles, waar Achilles ooit heeft gespeeld, op slot heeft gegooid. En ze daar niet meer mogen spelen. Goed. Dat zijn van die dingen. Dus, gisteravond oefenwedstrijdje gespeeld. Achilles speelde thuis. Wij spelen uit. 1-2, dames en heren. 1-2. Dus we hebben gewonnen. Dat was nice. Eerste wedstrijd van het seizoen, oefenwedstrijdje, oefenpotje 2x35 minuten hebben we gespeeld om een beetje langzaamaan in te komen. We zijn natuurlijk wel al een beetje aan met de voorbereiding met trainen bezig en zo. Dus, maar we moeten even gewoon rustig ophouden. Dus 2x35 minuten is top om mee te beginnen. Dan hebben we komende dinsdag weer een oefenwedstrijd tegen Duno. Dat is bij Juliana thuis, oftewel in Malden. Gaan we waarschijnlijk ook hetzelfde doen, ook weer 2x35 minuten rust gaan opbouwen. En dan zouden we volgende week zaterdag zouden we naar Os gaan, Os 20. Maar die hebben we zelf afgezegd. Omdat we, het is steeds vakantie, helaas. Ook voor een hoofdklasse is dat vervelend, dat we de enige mensen met vakantie zijn. Dan zijn we maar ongeveer met 12, 13 man, dat is gewoon te weinig. Dat is voor een hoofdklasse te weinig om dan een wedstrijd te gaan spelen. En we hebben te weinig backup, zaterdag 1, A1, om dat aan te vullen. En dat
krijg je te veel. Dus niet te doen. Plus dan ga je een andere fysieke belasting neerleggen bij de basisspelers. Dat is niet goed. Dus die hebben we eruit gegooid. En misschien maar goed ook. Nou, dat is een beetje van deze week wat we ongeveer gaan doen. En ja, dus zometeen weer naar Juliana. Dan zit mijn zondagmorgen praatje er alweer op. Zo gezegd, vandaag niet zo heel erg veel pittig onderwerpje of iets ergens over wat er al niet te doen is. Natuurlijk kunnen we pittige onderwerpen aansnijden. Maar ja, ik wil het niet altijd pittig houden. Ik wil het ook wel een beetje ontspannen houden. Dus, met deze zeg ik blauw duimpje omhoog. Eventjes abonneren op dit kanaal. Dan zie ik jullie in ieder geval volgende week zondagmorgen weer terug. En dan nogmaals kijken we even eventueel de andere vlogs die ik maak. Met unpackings of met wat ik gisteravond gedaan heb van vorige week. Een volle sportdag. Nou, zondagmorgen gelopen, de hele dag bij het voetballen bezig geweest. S'avonds nog eventjes naar mijn nichtje. Leuke dingen gedaan. Nou goed, dat dus. En zo probeer ik nog meer van dit soort vlogs te maken. Dus ik zeg nogmaals. Blauw duimpje omhoog, abonneer op het kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik zeg ciao.